Hoi, ik ben Jannette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Floor. En wij gaan vandaag voor jullie een mukbang opnemen. We hebben er al een opgenomen op Floor kanaal. Dus als je die wil zien, moet je even in de beschrijving kijken of naar haar kanaal gaan. En we hebben op Instagram bij mij vragen gesteld. En bij jou gaan we roddels bevestigen of ontkrachten. En we hebben voor de tweede keer vandaag McDonald's gehaald. Ja, echt heel erg. Heel veel zin in. Ja, ik heb er ook zin in. Nou, wel zin in de milkshake, maar niet. Ja, ik heb inderdaad ook echt heel veel zin in de milkshake. Maar niet zo zin in de. We hebben net ook 100 uur over gedaan om een fotoplek te zoeken. Dat is niet gelukt. Echt vreselijk. Ben jij een beetje kieskeurig met foto's maken van dat? Nee, echt totaal niet eigenlijk. Oké, we hebben dus gevraagd wat er nieuw was bij de McDonald's. Milkshake van nieuw hebben we. Hier heb ik echt zin in. Oké, want kijk, dit is dus heel chill. Ja, dit is echt heel handig. En ik heb dus dit. Wacht, hebben we saus? Nou, ja. Bijvoorbeeld je kan met de McDonald's saus en zo kan je dat zo hier erin doen. Wow, yo. Dat heb ik niet hoor. Cool. Oké. Wat is dit? Zonder augurk. Oké, we laten eerst even dit zien. Het ziet er wel heel klein uit. Want het was echt iets van 3 euro of zo. Ja, dat is best wel duur. Oké, we hebben dus gevraagd wat er nieuw was bij de McDonald's. En het zijn de American cookies. Chocolate chunk. Ja. Het klonk heel goed belovend. Ja. Heel belovend. En maar ze zeiden ook de Meisterburger, maar die is niet nieuw. Nee. Volgens mij heeft hij ook wel eens in het assortiment gezet. Assortiment. Het was in de korting. Oké. Wie wil jij hier? Ja, lekker servetten. Oké, ik ga wel de vraag erop van mij pakken. Dit is de. Dit is de McRocket die jij zo vies vindt. Oh ja. Durf je dat wel naast mij te. Tuurlijk. Oké. En een kipnubbetje, hè? Dit is het toetje van net allemaal. Oké. Waar willen we mee beginnen? Kom maar door. Oké. Zo, ik heb ook echt dorst, joh. Nou, ik niet. Ik moet echt naar de wc. Oké, wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Dat vind ik altijd leuk. Die heb ik niet. Nee? Ja. Leef je altijd van dag tot dag? Ja. Ja, echt? Oprecht? Ja, blijf wel. Als ik met iemand omga, ga ik al nadenken wat ik in de toekomst zou gaan doen. Wat bedoel je? Nou, het is echt heel erg hoor. Maar als ik bijvoorbeeld met een jongen zou praten en hij zou een leven hebben wat niet bij mijn leven past, kan ik niet met die. Nee, maar dat vind ik ook wel normaal. Dat is wel normaal toch? Ik bedoel, het moet wel een beetje matchen. Ja, oké, maar als ik al denk, nee, dit past niet maar bij elkaar. Maar heb je echt zo van, dit wil ik qua werk en. Ja, ik doe wel natuurlijk gewoon opleiding. Ja, pabo, dus je wordt ook wel juf. Je wordt juf. Oké, nou dan je plan met YouTube. Heb ik ook niet. Nee, ja, ik doe marketingopleiding. En ik wil wel echt in een reclamebureau werken, maar wat of waar of wanneer. Ja, want welk bureau zou je dan het liefst willen? Maakt mij echt niet uit. Nee? Nee. Zou je niet zelf? Fashion of zo vind ik wel leuk. Of zelf iets opzetten? Ja, vind ik ook leuk. Gewoon zijn eigen onderneming. Maar ik zie wel waar het. Ja, nee, dat lijkt me niet. Waar het schip strandt. Ja. Ik zou dat echt niet kunnen, een eigen webshop. Je moet nu zo uniek zijn om iets te verzinnen. Ja, dat. Nu ook met YouTube denk ik dat ook al hoor. Ja. Want iedereen maakt een soort van wel heel veel dezelfde dingen. Dezelfde content. Ja, vind content. Ik ook. Content. Content. We zijn geen YouTubers, we zijn content creators. Maar ook met die webshop. Echt, dat is echt zo'n logische stap wat heel veel doen dan. Als ze een kanaal hebben, zeg maar. Ja. Nou, ik zou maar dan met weten. Allemaal dezelfde oorbelletjes. En ja, sommigen doen het wel goed hoor. Ja. Maar ja, ik weet niet, ik zie dat niet zo. Wat zou je nu dan doen? Als je nu een webshop moest beginnen? Als ik een webshop moest beginnen? Ja, dan zou ik gekke dingen doen. Zoals dit soort jasjes of zo. Oh ja. Maar wel wat niemand heeft. Of waar is dit dan? Bershka. Oké. Ja. Of gewoon eigen opdrukdingen of zo. Ik zou het wel echt zelf, ik zou niet inkopen of zo. Ja. Welke date was het meest ongemakkelijk? Ik wist ook dat jij die gelijk ging kiezen. Moet jij hem eerst of ik eerst? Ga jij maar eerst. Oké, maar ik vind het bij mij wel een beetje zielig omdat ik altijd bang ben dat hij het kijkt. Ja, maar dan moet hij gewoon nu even wegkippen. Ja, oké, want het was wel wegkippen. Echt. Het was wel oprecht een hele lieve jongen, dat moet ik er wel echt bij zeggen. En we hadden elkaar dus via. Ja, nou, we gingen dus gewoon afspreken. Mm-hmm. En dat was dus begin van de zomer. Dus ja, dan kon je nog wel leuke dingen doen, bla bla zo. En. Oh, ik durf het gewoon niet te vertellen, omdat het zo awkward is. Oké, maar. Nou, het was gewoon. Het was oprecht wel gewoon gezellig, maar hij ging veel te snel. Snap je wat ik bedoel? Oh, dus yeah. Alles wat ik hou van. Natuurlijk, als je iemand echt leuk vindt, is het niet erg om snel te gaan. Maar ik wil ook niet te snel gaan. En dit is nu even het korte verhaal. Hij had toen een verrassing voor mij. Ja. En ik hou niet echt van verrassingen. Ja, jij wil gewoon weten wat je te wachten staat. Ja, dus ik had wel al wat dingen gegokt. Toen zei hij, ja, nou, het zit wel in de buurt, weet je wel. Zit daar een gurk op? Nee, maar het ziet er echt skeer uit.
is altijd met een cheeseburger. Ja, maar dit ziet er wel echt next level skeer uit. Dit is een stadscheeseburger. Ja. We hebben ze in Twente. We hebben ze niet in Twente. Nee. Maar vertel. Nou, dus toen hadden we die verrassing, bla bla. Dus, maar ik vind het heel erg leuk om iets actiefs te doen. Dus ik zei, oh, gaan we naar een pretpark, dit, dat. Dat dacht ik. Zei ja, het lijkt er wel op, zo. Dus ik dacht, nou, dan is dat het. Vind ik niet ergens leuk. Nou, toen zei hij, ja, het is wel, je moet wel blijven slapen, weet je wel. Dus ik dacht, heeft hij daar zo'n hotel of zo geboekt, weet je, bla bla, dat. Maar we hadden ook nog niet echt dat je echt samen kon. Ja, dat is, het kon wel, maar het was niet dat dat heel erg, dat doe je niet gelijk aan het begin. Nee. Nou, en toen... Maar kennen jullie hem al wel van tevoren dan? Of was het echt nieuw? Nee, nee, we hadden wel veel afgesproken, ja, maar wel in een korte tijd. Maar in de vakantie heb je natuurlijk wel meer tijd. Ja. Dus wel een paar dagen bijvoorbeeld al in de week. Zo. Mm-hmm. Nou, en toen reden we dus... toen moest ik rijden, ging ik hem ophalen. En toen stopten we ergens en toen stond er zo, zaten er allemaal mensen in hun badjas buiten. Spa restaurant, hotel. Oh mijn god, maar wel bikinidag? Nou, dus ik kreeg helemaal kortsluiting. Dus ik zei, nee, dit wil ik niet, weet je wel zo. En toen zei, nee, als je het niet wil, hoeft het niet. Wel gewoon heel aardig natuurlijk. Maar daar ging, nou, dat vond ik dus al heel ongemakkelijk. Maar toen kon je inderdaad wel gewoon in je bikini, dit, oh, dat, zo. Dat is op zich nog wel leuk. Ja, maar dat was eigenlijk niet het ongemakkelijkste. Niet... Oh, dat komt, dat komt nog. Nou, toen waren we gewoon daar samen. En toen had ik het er ook over dat ik dacht van, nou, misschien word ik toch niet helemaal. En toen, nou, toen was het in de avond. En toen hadden we gewoon wat gedronken. En toen zei hij, wil je mijn vriendin zijn? Terwijl je had gezegd dat het niet helemaal... Ja, ja, het was echt heel erg. En toen zei je... Nou, toen zei ik dus... Nee, maar toen moest ik dus gelijk huilen. Want ik ben dan echt zo iemand dat die... Dat voel je schuldig. Ja, dat voel ik me schuldig. Want ik dacht echt dat ik heel duidelijk was geweest. Oh, zielig. Nee, goed dat je... Ja, de grens aan. Ja, maar toen was het echt heel ongemakkelijk. Ja. Want we moesten daar nou nog daar slapen en zo. Snap ik. Nou, mij dan ga je niet raden. Wat dan? Is het wel om te delen of is het ja, echt... Ja hoor. Het was echt een ziek knappe jongen. Ja. En hij had heel veel geld. Nou, dat wist ik allemaal niet. Ik vond hem er gewoon knap uitzien. Nou, dus hij ging mij ophalen. Ik dacht, oké. Met zijn autootje. Ja. Autootje. Dikke auto. Ik dacht, oké. Beetje dikke range. In mijn dorpje kwam hij een dikke bak. Ik dacht, oké. Nou, dus wij hebben wat eten, drinken. En, dus hij zat helemaal te praten over, ja, mijn vader heeft zoveel geld. Ik weet niet of ik dat wel allemaal kan zeggen eigenlijk. Ja, maar straks weet hij dat ervan, maar waarom zou hij maakt ook niet uit. Ja. Dat. Nou. Die vader had wel wat geld en hij was hij heeft een huis, ik ook. En hij heeft een huis daar, weet je wel, in dat land. En vakantiehuis en daar gaan ze met kerst allemaal heen. Ik zei, oh, ik hou wel van hem gewoon met kerst thuis te zijn, weet je. Ook echt zo'n thuis, wow, jezus, thuismuts. Dus hij zei, oh ja, ik ook. Dus ik dacht, oké. En toen was ik er al een beetje klaar mee. En toen werd hij gebeld en er stond zo'n meisjesnaam, weet je wel, met een hartje. Ik dacht. Oké. Nou ja. Nee. Ik zo, moeder. Nou, vertel, weet je wel. Ja, is mijn vriendin. Ik zo, wat? Huh? Nee. Ik was helemaal perplex gewoon. Ik was helemaal van me apropos. En toen? Nou, en toen zei ik, heb je vriendin? Wat heb je gezegd? Maar ging niet bellen met haar? Ja, hij heeft weggedrukt. Oh, hij drukte weg? Ja. Dus ik dacht echt, what the fuck? En dus ik zei van, wat is dit dan? Weet maar, je, heb je het niet gezegd? Huh? Ik snap het niet. Heel veel mensen en toen zei hij van, ja, ik heb een vriendin, maar dat vindt ze niet erg en zo. Ik zeg... Oké, nou, toen was ik dus klaar mee. Toen mocht hij me naar huis brengen. En toen wou hij ook nog blijven. Ik zeg, nee, ik ben moe, ik ben naar bed. Ik was er helemaal klaar mee. Nou, dat is wel echt erg, toch? Nooit meer. Maar, nou, dit kan ik ook echt niet zeggen. Maar zoveel jongens hebben een dubbel leven. Ja, dat blijkt. Nou, ik vind dat echt vreselijk. Wat is dit nou weer? Maar heb je daarna ook nooit meer wat gehoord? Heb je tegen die vriendin gezegd? Nee, maar ik ken haar niet. Nee, oké. Ja, zo, ik ben dan echt FBI gelijk opzoeken. Hij probeerde nog wel, maar ik kan dat dan gewoon niet, hoor. Nee. Ik was er gewoon helemaal klaar mee. Ik dacht, joh, hoe kan hem? Doei! Doei! Studentenvereniging, hoor. Maar niet bellen, hoor. Nee, zou je niet bij een studentenvereniging? Nee, is niks voor mij. Jij? Is ook niks voor mij. Echt niks voor mij. Maar ik ben nu al sowieso veel te en laat, hoor. Verplichte maar... activiteiten en dingetjes en leuk doen. Ik vind het vaak ook heel erg nep. Als ja, ik vind ben. Dat ik ook. Ja. Maar misschien heb je ook wel leuke studentenvereniging, hoor. Ik denk dat het ook wel per persoon... Maar in Leiden is dat natuurlijk heel erg. Met alles. En Den Haag ook wel. Ja, het moet je schrikken. Ja, maar wat ik wel snap... Kijk, stel nou, ik zou naar Twente een opleiding gaan doen. Ja. Of jij bij mij en je kent niemand. Ja. Dan snap ik het wel om te connecten en zo. Ja, dat je dan denkt, oh, even nieuwe mensen leren kennen. Ja, precies. Dat snap ik ook. Anders heb je niemand. Nee, dat snap ik ook. Ja. Dat zou ik het ook doen.
Maar ik zou niet al die ontgroeningsverhalen en zo. Mm-hmm. Nou, dan word ik helemaal bang. Mm-hmm. Het is ver gescrolld. Ik kan nog best wel veel, maar ja. Weet je hoe dat komt? Ja. Oh. Even lekker soepje. Ja, dat wilden ze maken. Maar ik hou niet zo van kaas. Wel gesmolten op zich, maar ik hou niet echt heel erg van kaas. Maar wat heeft dat met dit te maken? Oh, dan was het dit. Dit wilden ze maken. Oh, jeetje. Dat lijkt me ook heel heftig. Warm. In de auto. Ja, hè. Benauwd. Wat vinden jullie elkaars leukste en stomste eigenschap? Ken je ook al zo lang. Ken haar al 14 jaar. Dat kan je. Ze is al 14 jaar vriendinnen. Ja. Ik vind dat sowieso een rotvraag hoor. Ja. Ja, dat kunnen we ook niet zeggen. Maar daarom was een grapje wat ik zei. Een grapje. Beetje sarcasme. Zou je? Nee. Wel? Mij boeit het niet zo. Zou je een jaar teruggaan bij je ex voor een ton? Nee. Nee, ik ook niet. Is niet nodig toch? Nee, of niet. Oké, nooit meer alcohol of nooit meer seks? Die hadden we al een beetje besproken van tevoren. Ja. Nooit. Oh. Nooit meer alcohol dan toch? Nee, nooit meer alcohol. Oh, deze mensen zien ook helemaal dat we een video aan het filmen zijn. Gezellig. Nee. Een boertje. We willen ook in de vlog. Hondjes. Zo. Wat vind je van huisdieren? Ik heb een partij van de dieren gestemd. Nee, dat is niet waar, maar ik ben echt gek op dieren. Jij? Nee? Ik ben ook voor heel veel dingen allergisch. Oh, dat is wel goed. Voor katten en zo. Ik hou niet zo van katten. Nee? Oh, ik ben echt vreselijk daarin. Als ik naar dierenwinkel ga en ik zie lieve konijn, ga ik het bijna kopen. Oh ja. Oh ja, ik heb dat ook al eens in je vlogs gezien inderdaad, met die konijntjes. Oh, ja, schatjes. Ja, maar weet je wat het is? Als je het niet mag aanraken, dan is het ook niet echt een toevoeging. Nee, dat snap ik. Nee, ik ben echt gek op dieren. Voor honden ben ik niet allergisch, niet voor alle honden. Nee, je hebt sommige inderdaad die... Oh, dus van jou. Deze gaat er goed in hoor. Oh, wacht, die ene. Oh. Welke? Ik dacht die, ja. Die. Ja, dat is... Nee, echt bizar, dat soort dingen. Naar welke vakantieplek willen jullie gaan als corona voorbij is? Wat kan? Nou, heb je al iets in je hoofd? Ja, wij gaan... Ben je al met je vriend al een keer op vakantie geweest? Ja, vorig jaar naar Kreta. Ja, wij willen eigenlijk dit jaar... we hebben nog koekjes, hè? Ja, pak ze. Ik zit vol, joh. Maar wij willen dit jaar kamperen. Maar dan niet in een tent, hoor. Okay. In een huisje. Niet dat het erg is, maar wij willen gewoon een keer naar een camping gaan. Ik vorig jaar hebben we een super mooi hotel gedaan, maar nu willen we gewoon een keer 2 weken lang op een camping staan. Helemaal zin in. En waar dan? In Italië. Bij Garnemeer. Ja, typical. Standaard. Klopt. Ja, nee, wij even lekker gewoon down to earth, lekker nuchter. En dan met de auto naartoe. Ja, echt een soort roadtripje. Wel leuk. Ja, echt leuk. Het hele ding zit er lekker. Oké. Okay. Wat was onze eerste indruk over elkaar? Spontaan. Ja, maar wat verwachtte je eigenlijk hiervan? Denk jij heel veel na voordat je zoiets gaat doen? Nee. Jij wel? Ja. Ja? Ga je al helemaal van tevoren bedenken, als ik haar zie ga ik dit zeggen? Nee, dat niet. Dat gaat wel ver. Maar meer van dat soort dingen van, hoe begroet je elkaar? Ja? Maar weet je dat ik dat al niet eens meer weet? Dat hebben we niet gedaan. Oh nee, hey, waar ben je? Oh ja, daar, met de parkeren. Ja, maar ik stapte zo binnen. Maar dan ga je toch niet zo ongemakkelijk zo'n knuffel zo in de auto zo? Nee. Ja, het kan wel. Ja, maar je kent elkaar niet. Nee. Hallo, ik ben Janet. Hey! Nee, dat is gewoon een beetje spontaan, niet veel te nadenken. Ja, nee, zou ik zeggen. Oh. Sommige mensen hebben echt heel veel... Ik denk als je er ook te veel over nadenkt, dat het echt heel ongemakkelijk wordt. Wacht. Oké. Ik heb echt boertjes. Dat komt door die... Oh nee, je hebt geen kleur gevoel. Nee, ik zit heel vol. Ik moet even mijn raam een beetje... Ja. Okay. Ik moet even mijn raam zo een stukje open. Ja, nou, ik had dus een keer, toen ik voor het eerst met iemand ging afspreken... Wat doe jij altijd? Oh, sorry. Stel dat je met een jongen voor het eerst zou afspreken, wat doe je dan? Een knuffel of niks? Of... Ja, dan wel een knuffel. Ja, nou dat dacht toch? Ik dus ook. En toen gaf hij, wilde hij 3 kussen geven en toen kwam ze onze lippen zo tegen elkaar. Oh, awkward. Oh, dat is echt wel awkward. Oké, volgende vraag. Wie hebben jullie een crush? Kan ik je vertellen? Ik heb dat dus niet. Mijn vriend weet het ook hoor. Oh. Pieter Mellark van Hunger Games. Oh, wat een schatje. Heb je een foto? Ja. Ja, hij is niet overdreven knap of zo. Want is jouw vriend echt je type qua uiterlijk of heb je echt een type? Ik val BB, blond boer. Mm. Hij is blond, hij is boers.
Hij heeft krulletjes. Echt helemaal top. Helemaal enig. Waar is mijn sleutel? Oh, hier. Dat weet ik niet. Ik moet even dat raam een stukje open. Maar Pieter Mellark is echt... Als je de Hunger Games... Heb je ooit Hunger Games gezien? Nee. Oh, dan moet je kijken. Het is echt helemaal schatje. Nee, maar we zitten hier ook precies bij de snelweg. Het is helemaal... Ja, dit vind jij niks, denk ik. Ja, wel cute, het maar... Het is echt... Maar het is ook echt een moppie. Oké. Okay. Hoe die... Hij lijkt acteert. Nep. Het is echt een liefje. Hij lijkt nep. Ja, dat komt door die film. Mm. Ja, ik vind dit helemaal leuk. En jij? Nou, ik heb dat dus niet echt. Oh. Ik heb ook niet echt dat ik van iemand heel erg fan ben. Nee, ik ook niet. Ik heb niet dat ik dan, oh, zo van Ariana of van nee. Justin Bieber of nee, zo. Nee, dat heb ik ook niet. Maar ik heb wel... Heb ik ook nooit... Ja, trouwens wel. Vroeger, Ariana Grande. Ja. Was ik een Arianator, of noem je dat? Hoe heet dat? Ja, volgens mij zo. Oh. Op high Belieber. Ja, dat niet. Nee, ik had juist... Dan ben ik echt nog het meest fan geweest van Lil' Kleine. Echt heel erg. Echt? Maar dan best recent, of... Nou, gewoon, ik wel al bij zijn eerste liedje, nou maar zeg, toen met Verliefd op je moeder en zo. En ik was vroeger ook wel naar van die concert van Ronnie Flex geweest toen Lil Kleine nog niet bekend was. Mm. Dat vond ik wel altijd heel leuk, maar nu vind ik het ook leuk. Leuk? Je gaat het al overnemen. Leuk. Van mijn Twente. De groene aan de moeder. De groene aan de vrouw. En aan die moe. Wat was daar dat ene wat jij zei? Over zuipen? Zoep. Zo. Oh, poneem. 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 Oh. Eigenlijk moet je in je weekvlog doen dat je elke week iets zegt en dan moet mensen iets halen leren. Wat het is. Okay. Ja, is goed. Dat deed ik in tutorials ook altijd met Nederlands. Ja, met, ja. Best leuk idee, toch? Ja, vind ik ook wel. Dat vind ik ook een leuk. Wat gebeurt er nou? Had jij dat nou dat je dan... Ja, die rietjes. Hij is het... helemaal... Had jij dat nou dat je elke weekvlog iets ging doen? Dat je iets liet zien of zo? Oh, ik dacht dat ik dat idee bij jou zag. Maar dat lijkt me wel heel... Nou, bijvoorbeeld dat je elke in je weekvlog om het iets leuker te maken. Dat je bijvoorbeeld een week lang je eten laat zien. Of een week lang je outfit. Nee, dat doet toch Isa? Wat zei dat? Mm-hmm. Oh, nou dat wist ik niet. Maar dat vind ik wel oprecht leuk. Want dat maakt je vlogs wel echt leuker. Ja, maar... Ja. 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 Ja, ja, ja. Oké. Okay. Waar hadden jullie inspiratie voor je kledingstijl? Ja, weet ik veel. Ik koop gewoon wat ik leuk vind. Dat heb ik echt. Ja, ik heb ook niet één kledingstijl hoor. Nee, ik ook niet. Want ik kan een jurkje... Van dag tot dag, ja. Dat er bijvoorbeeld die trui, weet je wel, met die vlammen. Dat is niet echt... Nee. Maar daar, ik heb ook dan zo'n nieuwe broek met van die bliksemdingetjes. En dan doe je weer iets anders aan. Of kijk je wel eens op Pinterest naar outfit dingen? Dat gaat er gewoon niet in. Sorry, ik zit hier echt mee te kutten. Volgens echt... mij heb ik dus nog rietjes. Zijn die op? Ja, ik heb hier nog... Kijk dan, hij is helemaal gebogen. Oh, oh, oh. Ja. Oké, okay, maar wat was... Oh ja, kledingstijl. Ja. Ik ben wel trendgevoelig hoor. Jij niet meer, zei je, maar ik wel. Nee. Als ik iets voorbij zie komen dat ik leuk vind, koop ik dat wel gelijk. Ik moet altijd wennen aan trendjes. Oh ja. Bijvoorbeeld met die dispenser. Dat dacht ik aan het begin ook. Nee. En ook met die flarebroek in het begin. Dat ik dacht, ik ga toch geen wijde broek dragen. En op een gegeven moment vond ik het toch wel weer leuk. En met die scrunchies. Ik moet altijd weer gaan wennen. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar met TikTok ben ik echt heel gevoelig. Nee, ik dus totaal... Volgens mij hebben echt zoveel mensen dat. Weet je wel, die shampoos en zo. Ik heb alles van haar gekocht van Lily. Ik denk alles. Ja, nou ja, volgens mij ligt het ook een beetje aan je genen. En een beetje hoe vaak je wast. En niet per se aan die shampoo. Ja. Ja, ik ben daar echt niet gevoelig voor. Mm-hmm. Maar ik zit ook, ik zit niet heel veel op TikTok. Ja. Nou, ik heb jij uren. Zeg, ze zullen dansje doen. Ik maar ik bedoel gewoon iets. Ja, deze. Ik zeg, ken ik niet. Ja, maar gewoon iets op TikTok. Dat voelt me echt een noob. Kijk, een oude oma. Deze. Nou, wat grappig hoor. Oh my god. Die zag ik echt niet aankomen. Maar wij maken ook altijd gewoon allemaal dronken dingen en zo. Dat is wel echt grappig. Ja, maar dat soort dingen vind ik wel leuk. Maar van die dansjes, daar ben ik niet zo van. Oké, okay, we drijven helemaal af. Ja. Oké, okay, volgende vraag. Oh, welke haatcomments is het het meeste bijgebleven? Of iets wat je wel eens als haatcomment krijgt, dat je denkt, oh, ik vind dit eigenlijk niet zo fijn om te horen. Verwijder je wel eens haatcomments? Echt drie vragen, sorry. Ja, ik verwijder wel eens comments dat ik denk, ja, dit is nergens voor nodig. Ja. Maar er is eigenlijk nog nooit één bijgebleven. Ik kan nu niks opnoemen. Jij? Ja, dat over mijn stem dan, alleen. Oh ja. Nee, ik heb echt geen idee. Mm. Voor de rest ook niet. Ik heb niet heel veel haat gekregen. Gelukkig niet. Nee. Ik zit na te denken. Ja, dat met die babystem was wel echt altijd heel irritant. Ja, dat is wel echt kut. Maar ik vind het nu ook wel meevallen hoor.
Nou, dat is wel beter. Is het nog leuker dan? Wat? Wat? Hè? Zo, ik zit zo vol. Ik moet zo even mijn schroepje en mijn knoopje open doen, hoor. Ben je op dit moment gelukkig? Ja. Nee, ja. Jij? Ja. Wel hoor. Maar wel veel verandering in mijn leven. Ja, dat heb ik ook. En dat vind ik heel lastig, hoor. Verandering. Ik vind verandering echt heel moeilijk. Ja, dat heb ik ook. Ik moet daar echt heel erg aan wennen. Ja. Dat heb ik dus daarom ook. Dat het zeg maar soms echt zo gaat. Ja. Want ik dacht ook, nee, uit huis is niks voor mij. Ja. Maar ik moest gewoon van mezelf. Ik moest. Het is wel leuk. Ja, het is een achteraf. Ja, dat wel. Maar ik was gewoon heel bang. Ja, snap ik. Wil jullie een keer een pashokje shoplog opnemen? Ja! Ja! Nee, dat weet ik niet. Maar we gaan ook nog naar de mall. Ja, dat ook nog. Dat is ook... Mag ik jouw eerste video straks zien? Ja. Oh, maar die video is niet heel lang geleden. Ik ga je een video laten horen. Oh, ja. Die is heel ongemakkelijk. Vroeger. 2 jaar, 3 jaar geleden. Hè? Mijn vette hoofd. Ik heb altijd heel droog. Ja, ik ook, maar niet... Maar toen deed ik zeg maar helemaal serieus filmen. Zeg maar echt heel serieus. Mm-hmm. En dan welkom bij een make-up tutorial. En je moet dit doen en je moet dit doen. Mm-hmm. Dat denk ik, nou, je moet lekker zelf weten. Maar en dan knipte ik na elke seconde. Oh ja. Snapte je? Nou, vreselijk. En die accent erbij. Het is wel gezellig, maar het is wel heftig. Hebben jullie een baantje? Oh nee, laat maar. In de supermarkt. Nee. Ja, waar werk jij? Ik werk met YouTube en Insta. Oké, ja. Dat is mijn werk. Dat heb ik ook wel als werk, maar... Ja, ik kan daar wel genoeg mee verdienen. Zeg maar. Ja, daar moeten we zomaar even over praten. Oh, gezellig. hoe kennen jullie elkaar? Via YouTube. Ja, ik ken haar niet hoor. Maar wat was dan de eerste video die je van mij had gezien? Ja, die met dat je gezakt was. Ja. Die viral ging. Die, ja, dat was de eerste video die ik van jou had gezien. Bij jou was het wel gewoon volgens mij een weekvlog. Ja? Welke dan? Dat weet ik niet meer, maar wel gewoon een weekvlog. Ik kijk het wel. Maar ik kijk heel vaak juist gewoon een soort van meiden die hetzelfde leven hebben, maar ongeveer. Yeah. Omdat ik dat juist heel interessant vind. Ja. Yeah. En Gio, laat Toy natuurlijk kijken. Hè? En Gio. En Dom. Gaan we die koekjes nou gewoon niet eten dan? Oh ja, ik heb ook nog wat proeven. Nooit meer een vriend of nooit meer vriendinnen. Maar ik heb eerst op jij. Dat was echt wel heftig. Ja, kijk, ik ga iets zeggen. Zeg maar. Kijk, je zegt altijd... Ik je denk kan, vriend. Je, nee. Je zegt altijd, je kan niet zonder je vriendinnen. En je moet je vriendinnen in een relatie nooit aan de kant zetten. Dat is ook zo. Dat is 100% waar. Maar ga jij later met je vriendin kinderen maken en je vriendin samen wonen? Ja. Ik heb er eigenlijk echt geen zin in. Ik zit zo vol, maar je moet het gewoon even knippen voor de video. Oké, doe dan allebei de helft van me. Ik eet hem ook echt niet helemaal op, hoor. Oh, het is ook helemaal chewy. Zag je dat? Chewy. Chewy, ja, maar kijk. Het is niet krokant of zo. Het is oud bakken. Gadverdamme. Wat is dit? Het is heel slof. Ja, ik vind slof? Het, ja, slof. Ken je dat niet? Nee. Is dat weer iets Twents? Twents. Slof. Slof. Oud bakken. Slof. Taai. Taai, ja. Slof. Nou, is dat zo raar? Ja. Oh. Nee, dit is niet lekker, jongens. Nee, ik vind het ook niet geen lekker. Aanrader. Ik hoef niet. American cookies van de Dirk Supermarkt zijn veel beter. Voor je roomies. Ja. Geen huisgenoten. Ik heb een lekker koekje. Zo lekker. Dan echt niet. Maar ja, vertel. Vriend, okay. Vriendin? Ja, nou, wat dus, is het? Kijk, nu moet je wel. Nu heb je vriendinnen nodig. Ik heb ook wel. Ik heb nu namelijk een vriendin. Die nu alleen maar met haar vriend omgaat. Tuurlijk is je eigen keuze, maar lijkt mij heel kut om helemaal geen vriendinnen meer te hebben. Ja. Maar wat ik zeg over later, ja, ga jij met je vriendinnen samenwonen en je kinderen krijgen? Nee. Dus als je nu moest kiezen? Ja, ja, nu voor dit moment al vriendinnen. Ja. Maar ook omdat ik nu best wel veel slechte ervaringen heb gehad. Met kerels. Met gozer. Met de kerels. Ja, nee, snap ik wel. En jij? Ja, jij dan? Ja, ik. Nee, lastig zeggen. Ja. Maar ja, ik zou denk ik dan voor vriend gaan. Ja. Maar ik heb ook niet heel veel vriendinnen. Ik heb echt een paar hele goeie. Ja. Die mogen wel mee. Weet je, nee, gezellig. Dat mag niet. Dus ja, geen idee. Is wel lastig hoor. Ja, het is wel een lastige vraag. Wat een goede vraag. Hele goeie. Ik denk dat diep gaan. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Abonneer zeker op Florida kanaal. Ook op mijn kanaal. Nee. Ja. Ja. Oké, doe een duimpje omhoog. En laat zeker in de comments achter als jullie nog leuke video-ideeën hebben voor ons. Yes. Doei doei. Doei doei. Zo.